Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is nu... Hoe laat is het? Waar is mijn telefoon? Altijd mijn spullen kwijt. Hoe kan dat nou? Ik lig letterlijk in bed. Oh, ze is uit bed gevallen. Het is nu 9:15. En Lars is net naar trainen. En ik ga eventjes editen. En... dan ga ik wachten tot hij terug is van trainen, even wat eten. En dan ga ik daarna weer richting Amsterdam rijden. Oké, ik heb even geëdit en ik ga nu snel even beneden wat eten. En daarna ga ik me klaarmaken. En ik denk dat tegen die tijd Lars ook wel weer terug is. Ik zit even in het restaurant en ik ga eventjes een broodje rosbief eten. Ik heb even gedoucht en ik ga me nu klaarmaken en aankleden. Ik ben zo blij met deze trui van Acne Studios, echt... Zo heerlijk zacht. I love it. Dus deze ga ik vandaag aandoen. Oh, heerlijk. Ik heb me even klaargemaakt en ik heb een video opgenomen. Dus die ga ik gelijk even editen en dan uploaden. Lars was weer klaar met trainen. En toen hebben we even wat gegeten. En toen zijn we naar Assen gegaan. En wat gaan we nu doen? We gaan nu terug naar Groningen. We gaan terug naar Groningen. We hebben lekker aardbeien gekocht. Ja. Eventjes lekker aardbeien eten. Lekker smikkelen. Lekker smikkelen. Aardbeien smikkelen. En wat heb je net gedaan? Ik was eventjes... ik had een afspraak. In Assen. Om iets te behandelen. Ja, Lars had een niet zo mooie tatoeage. Die heeft hij even laten verwijderen. Ja, mag ik er langs? Ja. En dat deed pijn? Ja, dat deed best wel pijn, ja. Zou je het mensen aanraden? Nou, kijk, ik was gewoon met iets niet blij, dus dat moest gewoon gedaan worden. Ja. Dus ja, als je iets echt wil, dan moet je dat doen. Maar het is wel een hele goede behandeling. Het is, je gaat er echt helemaal niks meer van zien. Dus nu is. En dit is geen reclame wat ik nu maak, want ik heb gewoon goed betaald. Maar het is. Nee, maar het is echt serieus. Het schijnt dat je dus niks meer ziet. Niks meer gaat zien, ja. Want je had dit vroeger ook al, dat je kon lezen. Alleen dan bleef je altijd een soort van littekens zien. En met dit thema die naar was. Met dit ga je dus echt helemaal niks meer zien. Dus ik ben wel echt benieuwd hoe dit nu gaat zijn. Ik ben ook benieuwd hoe je dat hier in de. Maar ik moet nu echt serieus 8 weken wachten. En dan. Tweede behandeling. Tweede behandeling. En dan weer 8 weken. Waarschijnlijk moet het 4 behandelingen. Dus ik ben benieuwd. Je bent er wel eventjes mee bezig, ja. Maar het schijnt dus echt dat ze tegenwoordig behandeling kunnen waarbij je dus niks meer ziet. Dat is echt heel heftig. Ik snap dat gewoon bijna niet. En hoe kan het nou dat je niks ervan ziet? Ik geloof het ook bijna niet. Ja, precies. Want die ink gaat toch wat fucking diep in je uit, zeg. Ja. Ik heb alleen geen idee waar we zijn. Ik wel. Ja, toch? Die reden toch ook niet? Dit is niet waar we dit doen. Echt niet? Nee, is dat een andere kant. Vaas? Ja. Nou, oké. We gaan nu in ieder geval weer terugrijden naar Groningen. En... Lekker aardbeidjes. Lekker aardbeidjes eten. Lekker smikkelen. Smikkelen vind ik zo'n ranzig woord. Weet je dat ik ook ranzig woord vind? Vatsig. Vatsig, ja tuurlijk is, maar dat is ook vies. Je moet zeggen vatsig. Ja, maar ik zeg altijd, als ik iemand dik vind, zeg ik, jij bent niet dik, maar je bent gewoon een beetje vatsig. Maar smikkelen, was jij nou die persoon die dat sowieso een vies woord vond? Niks, denk ik. Want ik ken iemand die zei sowieso een keer tegen mij dat hij dat woord echt ranzig vond. Dat staat echt nergens op. Het was gewoon iemand die je kent. Zou ik een chick geweest kunnen zijn? Het zou een chick geweest zijn. Smikkelen. Nee, was het dan niet daar ook bij. Die vond het nou vies. Ja. Wat mooi huis hier trouwens. Ja. Wil je hier wonen? Oh ja, als iemand nog iemand weet, een huis in Groningen. Ja. Of een appartement. Er wordt een huis gezocht in Groningen. Ja. Een hotel, echt zat. Ik kan echt niks vinden. Dus, wat wou ik ook weer zeggen? Dat je een huis zocht. Dat een huis of appartement. We zijn niet veel eisend, alleen 2 slaapkamers en dan moet gewoon een beetje fatsoenlijker uitzien. Nou, de keuken en de badkamer moeten er fatsoenlijk en hygiënisch en zo aan toe zijn. Ja, oké, moet geen studentenflat zijn. En... Dat is ook weer best delegeren. Nou ja, nee. Maar ze willen een navigatie in toetsen of gaan we gewoon rondje door deze woonwijk. Ja, je zoekt geen studentenhuis, nee. Nee, gewoon een huis voor mezelf. Ik ga het proberen op een gevoel te doen. Ik denk dat je heel, ik denk dat je gewoon een rondje gaat rijden en daar weer eruit. Dat denk ik ook. Maar goed, inderdaad, even een beknopte samenvatting. Ja, een appartement of mag ook gewoon een huis zijn. Het mag ook gewoon zo'n gezellig rijtjeshuis zijn, dat is ook nogal ja, gezellig. Ja, dat vinden we ook leuk.
Alleen het moet minimaal twee, liefst drie slaapkamers hebben. En normale badkamer, normale keuken. En het hoeft totaal niet in het centrum van Groningen te zijn. Jij wil dat wel, hè, eigenlijk? Nee. Kijk, jullie horen het. Ik zoek een appartement, maar Monika heeft alle eisen en die regelt het. En het kan ook er buiten Groningen zijn. Als het maar in de buurt van Groningen is, moet je ongeveer, wat is je maximale rijafstand die je wil leggen? Nou, oké, ik pak een beetje om en nabij. Om en nabij. Hé, hey, misschien moet je naar rechts hier. Nee, toch? Ja, kan wel. Daar rijden staat uit. Maar ja, ik weet niet hoe het snel is. Oh ja, dat gaan we wel even doen. Wat doe je nou? Gewoon een avontuurtje. Jij moet er keren. Keren? Je kan toch naar rechts dan? Nee, die kan niet naar rechts. Waarom niet? Weet ik niet. Het loopt niet dood, toch? Kijk. Oh, maar dat is een fietspad. Het loopt wel dood. Het loopt wel dood, zie je? Ja, wat een grapje. Oké. Ja, gewoon een kwartiertje mag ook wel. Een kwartier rij is je max? Ja, half uur. Nee, half uur. Half uur is te veel. 20 minuten. Nee, half uur is wel te doen. Ja? Vind je een half uur te doen? Ja. Dus als je dan om 8:30 moet rennen, dan moet je om 8:00 van huis. Ja, dat is wel wat gebeurd, onderweg kom ik te laat. Dan moet je kort voor 8 van huis. Ja. Maar ik ben toch een ochtendmens, dus. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dus om en nabij omgeving Groningen mag max 30 minuten er vandaan zijn. En huur, ik koop. Ja, huur. Dus ja, als jullie iets weten. Lepino. En anders kun je Lars e-mailen op. Doe maar comments. Doe maar comments. Oké. Okay. Doe maar comments. Oké. Okay. Of mail Monika. Stanley. Wij zijn weer terug en we wilden eigenlijk iets leuks gaan doen in Groningen. Maar toen wilden we gaan poelen en de poelcafé was pas vanaf 6:00 open. Toen wilden we naar de bioscoop en er was niet echt een leuke film. En wat voor plannetjes hebben we nog meer gehad? Casino, maar dat vond ik een beetje geldverspilling. Hoe weet je dat geldverspilling? Ja, dat kan je niet van tevoren weten, maar dat is het hele issue natuurlijk. En toen dachten we, nou, laten we dan even een rondje rijden om te kijken of we iets leuks tegenkomen. En toen liep alles dood en toen gingen we weer terug naar het hotel. Dus nu gaan we hier even een filmpje kijken en dan gaan we daarna eten. En daarna ga ik terugrijden naar Amsterdam. En ik moet heel nog naar het toilet. Wat voor film zullen we kijken? Kriek, kriek. Lars en ik die waren een film gaan kijken. Okja. En het gaat over een gemaakt dier. En dat duurt 2 uur, dus ik had het niet helemaal gered tot het einde. Dus toen was ik even gaan slapen. Heb je nu zin? Heb ik het nu goed gezegd? Ja, goed. En nog één ding vergeten. En nu gaan we lekker eten. Doen. Oh, een beetje warrig nog. En trouwens, alles hoog. Alles omhoog. Alles omhoog. Jij bent omhoog. Kijk hoe lang je bent. Ja, jij bent omlaag. Netje. En we gaan nu eventjes lekker eten. En dan ga ik weer terug naar huis rijden. Ik ben echt even moe nog. Wij zijn even aan het eten. En Lars heeft saté en ik heb sushi. Zalm en nog eens zalm. Nee, dat is makreel, mogel. Wat is dit, brie? Top, dankjewel. Misschien nog een cola zero alsjeblieft. Natuurlijk. Dankjewel. Onderweg naar huis en alles was afgesloten, dus het duurde best wel lang. Ik ben even in bad geweest. Ik ga eventjes wachten tot mijn haar droog is. Ik ga mijn make-up afhalen en dan lekker mijn bed in op de vrijdagavond. Ik voel me niet helemaal optimaal. Ik heb het gevoel dat ik ziek aan het worden ben, dus ik ga gewoon lekker vroeg slapen. Lars viert het weekend zijn verjaardag, dus het is wel de bedoeling dat ik enigszins fit ben. Dus dat, ik ga lekker slapen zo en dan moet ik morgen een aantal dingen doen qua werk in Amsterdam. Dus toen, daarom ben ik nu teruggereden.
En ik heb net even een wasje gedraaid. En ik ga nu dus mijn make-up afhalen. Goed verhaal dit, Monica. Lekker vlot. Ik lig in bed en ik ga lekker de vlog afsluiten. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer. Doei. Zo, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik had gisteren gezegd dat ik me niet zo lekker voelde. En dat heeft best wel... ja... Wat wil ik ervan maken? Het is best wel uitgekomen. Ik ben vandaag heel de dag ziek en zwak en misselijk op bed gelegen. Lars is langsgekomen na zijn training. En heeft even boodschappen gedaan. En nu is hij naar de verjaardag van Kevin. Maar daar voel ik me echt slecht voor. Dus ik blijf even in bed liggen. En morgen viert Lars verjaardag. Dus het is wel kloot als ik dan niet beter ben. Dus... ik blijf nog even in bed liggen. Ik voel me zo slecht. Maar goed. Dat dus. Het is een beetje een saaie dag. Ik heb helemaal niet gevlogd. Omdat ik eigenlijk... ja. Als je zo verschrikkelijk kut voelt. Dan zit vloggen er ook niet echt in. Dus een hele gezellige vlog zal het ook niet worden. Als ik alleen maar zit te zeuren. Maar goed. Paracetamolletje slikken dan maar. En een beetje serieus. Ja, ik heb bijna de hele dag geslapen. Dus ik ben nu... het is nu 7:10. En Kiana is in Nederland weer. Die was even in Spanje. Dus misschien dat hij even langskomt. En dan even series kijken of zo. Ik weet niet echt wat ik anders moet doen. Ik was weer in slaap gevallen. En het is nu bijna 9:00. En Kiana is er. En ze heeft een burrito voor me meegenomen. Lief. Ik ben nog steeds in mijn bed. Lars is even langsgekomen. Lieve. Lieve. En Kiana is er ook. Hi. Hi. Lars is naar Groningen, want hij moest morgen spelen. Echt lief dat hij nog eventjes langskwam. En ik ben nu filmpjes aan het kijken en daarna ga ik slapen. Ik ga de vlog afsluiten en die van morgen erbij plakken. Want het staat niks voor vandaag, sorry. Ik voel me gewoon niet zo goed. Dus bedankt voor het kijken in ieder geval. Tot morgen. Doei. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Vrijdagavond voelde ik me niet zo lekker. Toen ben ik gisteren de hele dag in bed gebleven. En vanochtend toen ik wakker werd was ik ook nog eens ongesteld. Een beetje too much information. Maar ik word er ook altijd mega ziek van. Ik heb er echt altijd wel veel last van. Dus ik blijf nog een dagje in bed. Lars is vandaag een wedstrijd zou gaan kijken. Maar dat ga ik eventjes laten voor wat het is. En vanavond viert hij zijn verjaardag. En daar moet ik natuurlijk ook bij zijn. Dus ik ga gewoon in bed blijven totdat het 's avonds is. En dan gaan we dus bowlen voor zijn verjaardag. Dus dat is wel leuk. Alleen ik... ja, ik voel me nog niet helemaal optimaal. Dus ik blijf even in bed. Lekker filmpjes kijken. En vanavond dus verjaardag vieren. Bent te laat. Het is eventjes later. En ik voel me iets beter. Dus ik ben uit bed. En Lars is terug. Lars had net een wedstrijd. En Lars is zo jarig. Dus we gaan bowlen. En we gaan nu even naar Vinkvee, want hij moet zich even omkleden. En we gaan even naar de McDonald's, want ik heb honger. Dus ja. Ik heb McDonald's. En hier lopen altijd muizen. Zo vies. Wij zijn eventjes in Vinkvee geweest. En Lars heeft dus I op zijn... wie heeft je gehoord dat je omschat? Lars heeft I op zijn Lars heeft dus I op zijn televisie. Dus toen kon ik Life of Kylie kijken. Dat was echt leuk. En heb ik even gegeten. Doe maar even uit. Heb ik even gegeten. En nu zijn we onderweg naar... bowlen. Naar de bowlingbaan. We zijn bij de bowlingbaan. En Lars gaat niet van zijn verjaardag vieren. En het is nu 9:00 en hij is bang dat er dan niemand komt. Zo lief.
bij elke minuut dat het langer duurt, gaat hij zuchten. Want er is nog steeds niemand. En dan zei ik, had zo'n berichtje gemaakt. En zegt hij, heb je er wel bij gezet dat het hier was? Je hebt ook geen zakje snoep gemaakt. Nee. Maar dat is iedereen weg. Sorry. Je moet je altijd doen. Volgend jaar wordt een betere verjaardag voor je schat. Met snoepketting en spek. Sorry. Ik hou er ook niet van. Ga je toch godverdomme lekker naar huis? Kan het? Ja, doei. Oké, we gingen bowlen. Sam is er ook. The motherfucking winner. You. It's me. Oh, dat ben je echt. Ja. Wow. Oké, nou, het is laat voor de score, maar Femke heeft dus gewonnen. Daar? Ja, ik denk Lars. Ja. Naar de R gegaan en we zijn nu weer thuis, dus ik ga lekker slapen. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer. Sorry voor deze vage vlog. Het was meer ziek zijn en een klein beetje verjaardag. Maar ik ga lekker slapen. Doei. To you. Woe. Koe. I love you. Okay. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en Lars is jarig. Dus hij heeft eventjes zijn moeder en Mason opgehaald. En we gaan eventjes naar het strand. Het is niet super lekker weer. Maar gewoon wel prima om eventjes daar bij het strand te gaan zitten. Dus dat is wel gezellig. Ik ga nu naar beneden. Dit is de outfit. Het shirtje is van Black Label Amsterdam. Short is van Levi's. Jas, Tommy Hilfiger, tas Louis Vuitton en mijn schoenen zijn Balenciaga. Zo, zie ik eruit. What up? What up, what up, bro? De halve dag is weer voorbij. En vandaag is het Larsje verjaardag. Ja, of dan nog even. Het is inmiddels 8:00 en wij zijn naar het strand geweest vandaag. Met Lars en met Lars' moeder en met Mason en het was best wel lekker weer. Ja, het was iets van 20 graden of zo, maar het was best wel warm. En waar waren we ook weer naar het strand? Castricum. Bij Castricum. Dat is echt leuk. En voor kinderen echt wel leuk. Heel veel kinderen waren er. En veel speeldingetjes en zo. En nu gaan we even eten. En eigenlijk wilde naar Groningen terug gaan, maar wordt hem niet echt. Dus we gaan nu even eten en dan lekker slapen. Ik ben klaar met de dag. Grapje. Ik heb me niet vingeren terwijl ik aan het vloggen ben. Sorry. It's okay, bro. Ja, nee, geen bikini gezien. Ja, ik had echt een heerlijk sexy bikini aan gewoon. Ik heb me zo ontzettend geil gemaakt. Ik zat heel de dag in een spijkerjas op het strand. Maar goed, maakt verder niet uit. We hebben gegeten en we hebben zoveel knoflook gegeten dat als ik praat dat ik al misselijk word van mezelf. En ik heb zoveel gegeten. Ik heb echt het gevoel dat ik ga kotsen of dat mijn maag uit elkaar knalt. Dat is echt niet oké. Okay. Je gaat steunen op een van onze eerste dates. Je moet iets harder praten, liefie. Op een van onze eerste dates? Ja. Had je letterlijk alleen een stukje zalm en nu heb je gewoon die hele menukaart onder. Bijna. Dat is echt niet waar hoor. Want toen had ik en die salade. De eerste keer? Ja. En die zalm. Toen heb ik daar nog een keer die salade besteld omdat ik hem zo lekker vond. Ja. En zeg maar, jij bestelde 10 gerechten. Dus daarom leek het alsof ik niks vrat. Maar dat is niet waar. Nee, we zijn wel wazig. En vandaag ja, was het heftig. Fantastische dag. Het was een fantastische dag. We hebben echt een fantastische verjaardag gevierd. Ja, het is echt
topdag. Toch, schatie? En je die nooit zal vergeten. Gelukkig maar. Fabuleus. Ik hoop dat je er een fabuleus levensjaar van maakt. Je kan toch met geen links aan halen? Weet ik veel. Ja, want ik moet... Het is 11:15 en we zijn thuis. En ik ga eventjes me klaarmaken voor bed en dan lekker slapen. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer. Doei!